Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar alles over geld. Er is de afgelopen week weer een hele hoop gebeurd in de Amerikaanse bankenwereld voornamelijk. Silicon Valley Bank is omgevallen, daar gaan we het vandaag over hebben en wat voor impact het heeft op eigenlijk de hele wereldeconomie. Als je nieuw bent op het kanaal, abonneer dan zeker voor meer content. Kunnen we gelijk beginnen? Silicon Valley Bank dus. Een hele grote bank in Amerika, volgens mij stond hij in de top 15 grootste banken, dus niet zomaar een jongetje, is dus afgelopen weekend failliet verklaard. Hoe is dat dus nou gebeurd? Nou, dat is eigenlijk in de volgende stappen gebeurd. Silicon Valley is natuurlijk een bank, dus die hebben cash. En wat hebben zij met cash gedaan? Daar hebben ze obligaties van gekocht. Dus staatsobligaties bij de Amerikaanse overheid. Normaal gesproken zijn dit hele betrouwbare investeringen. Maar doordat de rente verhoogd werd door de uh, Federal Reserve, door Jerome Powell, om die inflatie tegen te gaan, worden die obligaties minder waard. Dus eerst kregen ze bijvoorbeeld een rente van 2%. Nou, als die rente wordt verhoogd, dan zijn die oude obligaties met een lage rente natuurlijk een stuk minder waard, want niemand wil die hebben. Op een gegeven moment zijn dus de klanten naar Silicon Valley Bank gegaan om hun geld daar op te nemen, totdat er op een gegeven moment een probleem ontstond. Er was geen geld meer. Hoe dat zit. Leg ik je over een paar minuten uit. Nou, er was dus op een gegeven moment geen geld meer. Dat heeft de bank dus doen besluiten dat ze dus die bonds, oblig obligaties ook wel, moesten verkopen met een verlies. Tot op de hoogte waar we dus nu zijn geëindigd, dat die bank dus failliet is gegaan. Nou, zei ik het er net al. Klanten die wilden dus hun geld ophalen bij de bank en de bank had dat geld niet. Best wel raar toch, als je erover nadenkt. Jij brengt je geld naar de bank. Je betaalt die bank zelfs nog om te zorgen dat het daar veilig staat. En als je dan komt voor je centen, hebben ze het niet. Hoe dat zit, dat gaan we even bekijken aan de hand van het volgende plaatje. Dat zit namelijk omdat banken gebruik maken van fractional reserve banking. Nou, hoe werkt dat dan? Poppetje 1, onder deposit, dat ben jij. Jij komt met 1000 euro kom je naar de bank. Nou, de bank denkt, dat is mooi. Van die 1000 zet ik 100 in reserve. Dus 100 zetten zij voor jou echt op de bank wat je kan opnemen. Die andere 900 die geven ze uit in de vorm van een lening. Moet je je voorstellen dat als je de buurman bij de bank komt. Die komt voor een lening van 900 euro. De bank geeft die lening. Maar die lening is eigenlijk niet van de bank, maar het geld van jou. Nou, al goed, jouw buurman gaat met die lening geld uitgeven bij de supermarkt. De supermarktmanager ontvangt die 900 euro. Vervolgens gaat die supermarktmanager naar de bank om dat geld op zijn rekening te storten. Nou, De bank zet van dat bedrag weer 90 in reserve. En de andere 90% lenen ze weer uit aan je overbuurman. Je overbuurman gaat vervolgens met deze 810 euro een nieuwe telefoon kopen bij de elektronica winkelman. Volgen jullie het nog een beetje? Wat er dus nu is gebeurd, van die 1000 euro die jij in het begin hebt gestort, is nu, zoals je aan de rechterkant van het tweede blokje ziet, 2710 euro gemaakt. Want je buurman heeft wat kunnen lenen, uit kunnen geven bij de supermarkt. De supermarkt heeft het op de bank gezet, je overbuurman heeft het geleend en je overbuurman heeft het weer uitgegeven bij de elektronica man. En van al dit geld heeft de bank nog maar 190 euro in zijn reserve, in zijn reserve staan? Dus wanneer jij, met je, voor je 1000 euro weer terugkomt naar de bank, zouden zij dat dus niet hebben. Het is natuurlijk bekend dat banken onder andere investeren en leningen uitgeven met je geld. Maar dit is dus wat er kan gebeuren als er veel mensen naar hun geld gaan vragen, omdat dat geld er dus niet is. En hoe denken ze dit te kunnen gaan oplossen? Nou, een van de oplossingen is. Dit geld wat gecreëerd is door de bank. Alsnog creëren door die oude vertrouwde money printer aan te zetten, krijgen we dit effect. Waardoor er dus nog meer geld in de economie komt. En waardoor de inflatie dus nog hoger zou worden. Het is inmiddels 10 over half 2. De inflatiecijfers van Amerika zijn, als het goed is, net voorbij gekomen. Ik heb ze nog niet gezien. Ga ik even samen met jullie bekijken. De inflatiecijfers van Amerika zijn eigenlijk precies zoals verwacht. Maand op maand 0,4, jaar op jaar 6. In vergelijking met de vorige is dit dus positief. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang zal het zo kunnen blijven als er geld geprint moet worden om banken te redden? Dan wil ik ook nog even laten zien dat een bank die omvalt ook niet echt een bijzonderheid is. Ik heb hier even een lijst erbij gepakt met alle banken die sinds 2008, dus sinds het uh, begin van de financiële crisis, in alleen Amerika zijn omgevallen. Begon in 2008 met 25 banken, 140 banken in 2009, in 2010 157, 92, in 2011 enzovoort. Nou, het wordt wel minder uh, gedurende de jaren. In 2016 waren er nog maar 5, 2017 8. Althans 8. Je moet wel even kijken hoeveel geld hierin omgaat, hè, jongens. 126 miljoen, 361 miljoen, 13 miljard. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet om mijn rekening. Dus het, jongens, het zijn serieuze bedragen waar het om gaat. Hè? En nu deze Silicon Valley Bank: 209.000, 209.000 miljoen, oftewel 209 miljard. Een bank die dat onder management heeft, jongens, dat moet je echt even goed beseffen. En hoeveel geld er dus bijgeprint zou moeten worden om dit ja, weer te redden, dat, is, dat wil je eigenlijk niet weten. Dus dit was eigenlijk het hele betoog wat betreft de Silicon Valley Bank. Maar dan ben ik wel bij mezelf gaan nadenken. Ja, jongens, is dit geldsysteem nou nog wel iets wat je wil, wat je wil handhaven op zo'n manier? Banken die omvallen. Mensen die in hun rij moeten staan voor geld. Wat eigenlijk van hun is en wat de banken niet heeft, omdat ze het hebben vergeven aan andere mensen. En wat is hier nou de oplossing voor? Wat ik hierna ga zeggen is absoluut geen financieel advies. En klik gelijk ook even op die blauwe duim als je toch al bezig bent. Maar voor mij is de oplossing toch wel Bitcoin. Omdat Bitcoin een schaars goed is omdat Bitcoin niet wordt gecontroleerd door banken en overheden. Als jij je Bitcoin wil overmaken, is er niemand die gaat zeggen: dat mag niet. Jouw Bitcoin staat, als het goed is, in je eigen hardware wallet. En dan moet je je voorstellen: ik gebruik een ledger. Stel nou dat ledger failliet gaat. En dat zou betekenen dat ik mijn Bitcoin niet, zou, uh, niet meer zou kunnen gebruiken. Zou ik dan een ledger gebruiken? Nee, tuurlijk niet. En dit is wel hoe mensen met banken omgaan. Mensen brengen hun geld naar de bank. En tot een bepaalde hoogte ben je verzekerd. Maar die bank kan tegen jou zeggen: jij mag jouw geld nu niet opnemen. Of jij kan je geld nu niet opnemen. En daar is met Bitcoin natuurlijk ook een gigantisch verschil in. Die Bitcoin is gewoon in jouw eigen beheer. Dus jij wordt letterlijk de baas over je eigen geld. Dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt, is denk ik ook wel terug te zien. In de koers van Bitcoin over de laatste dagen. Als we kijken, nou, in de laatste 24 uur is die ook weer echt gigantisch gestegen. Hebben we weer een stijging gezien van nou, ruim 14%. Waar we ook vandaan komen. Dit was rond de angst afgelopen vrijdag dat de bank was ingestort. Vanaf 19.000 zijn we eigenlijk gewoon doorgedreund tot 25.000 weer. En ik denk dat dit voor heel veel mensen een soort van eye-opener gaat zijn: van ja, jongens, dit gebeurt er nou als je je geld op een bank laat staan. En die banken gaan er gewoon mee lopen, violen met jouw geld. En wat krijgen we ervoor terug? 0,1% rente. Dus ik zou het niet uitsluiten als dit een hele grote ommekeer gaat zijn in de manier hoe mensen naar geld kijken. En hoe we geld gaan gebruiken. Hoe dit verder nog gaat uitpakken. Dat gaan we afwachten wat de Fed verder met de rente gaat doen. Tot zover weer deze video van alles over geld. Bedankt voor het kijken. Tot later.